Welkom, kijk weer van mijn nieuwe video. Ik heb vandaag even korte hemd aan, omdat het een beetje huurwarm is. Kijk, als je geen raam hebt openstaan hier, is zo zet het warm. Dus ik ga hem ik ga hem namelijk even openmaken. Gewoon eentje maar. En dit weekend ga ik namelijk iets leuks doen. Ga ik namelijk niet de hele familie, denk ik. Alleen mama blijft thuis, denk ik. Of de hele familie, weet ik niet. Maar ik ga namelijk naar NAC toe, naar de wedstrijd. En daar heb ik wel heel veel zin in. En ik wil graag met jullie iets willen delen. Ik heb even dit in de kast. En je kunt bijvoorbeeld weer wat beter zien. Ik heb hier zo'n informatie over een Ayurvest. Jullie kennen vast niet, maar ik ken hem wel. Hij heeft namelijk 30 afleveringen. Er komt nog 2 seizoen bij. Want dit is namelijk het teken van een Ayurvest. Een Ayurvest is eigenlijk een totaal coole kracht dat Danny Rand heeft. Hij keert hij terug toen hij 15 jaar dood is. Die komt hij terug na 15 jaar. Hij gaat er bij Red Enterprises om te enjoy and rewards reach me om te laten zien dat hij echt bestaat. Ja, het is wel in New York opgenomen. Ik neem aan dat het gebouw echt niet bestaat. Vandaag neem ik even 2 video's op. 1 met mijn telefoon en ook met mijn camera. Ja, ik heb geen idee waar ik dit heb, maar jullie kunnen hem natuurlijk met mijn oksels zien. Nou, kijk maar dan maar niet. Maar het is ook wel leuk voor jullie video's op te nemen. En ik heb sowieso bijna 100 abonnees op mijn kanaal. Nou, ik vind het wel goed opschieten met mijn kanaal. Nou, ik vind het nogal wel goed gaat en zo. Ja, ik vind het nogal leuk voor jullie altijd iets op te nemen. Ik heb een bakje yoghurt gepakt. Ja, ik heb namelijk vandaag gemaakt dus gewoon normaal. Iedere vrijdag heb ik altijd koken. Vandaag heb ik pizza gemaakt. Ik had niks meegenomen van huis, maar we hadden wel brood. Maar ik hoef niks mee te nemen, omdat... Ja, ik weet het niet, maar normaal neem ik altijd niks mee op een woensdag en vrijdag. Nou, op een woensdag doe ik sowieso niet. Want het is altijd woensdag, altijd een korte dag. Toen met kort over 12, toen met 8 uur. Toen met 8 uur tot kort over 12. Dan heb ik altijd keusochtend en vrijdag heb ik altijd... Maandag en vrijdag heb je altijd praktijkvak. Normaal op maandag heb je altijd onderwijs. En vrijdag heb je altijd... Ik heb net tuin gehad, dienstverlening, techniek. En nu heb ik koken. Ik heb pizza gemaakt en... kip curry. En als toetje gewoon als... vanillefly is dat. Ja, ik snap ook dat het nogal leuk is om video's op te nemen. Maar ik doe het niet voor de baan. Ik doe het alleen voor het plezier. En dat is nogal leuk om te doen altijd. En hier is ook een beetje even mijn muur. Daar hangt. Is er namelijk een tekening van mijn vriendin. We hebben bijna 12 maanden verkering in een half jaar. Dus schiet wel op. Ja, ik hou wel van haar, natuurlijk. En er is nog iets vreemds gebeurd beneden. Ik heb namelijk een brief. Een beetje geheimzinnig brief, maar ik wil er niet over praten. Maar ik denk dat iemand heeft gepakt uit mijn kamer. Ik denk gewoon helemaal voor niets. Maar kijk, hier staat namelijk iets met de naam die ik heb zelf heb verzonnen. En ik bewijs het niet mee, maar... ik doe even zo met mijn shirt dat ik een beetje meer koeler binnenkrijgt. Ja, ik neem vandaag even 2 video's op. Nogal zwaar is dat, maar ik doe het gewoon even. Ik denk, deze is gewoon mensen en blogs. En met deze, muziek. Mensen en blogs zeiden dat je gewoon iedere... soms een vlog maakt of een compilatie of een prank. Ja, dat is toch wel leuk om te doen. Ja, ik wil even jullie bedanken voor het kijken. En vergeet niet om mijn kanaal te abonneren.
en deze vuur te krijgen. Ik bedoel, om het blauw duimpje te klikken. Doei, bedankt voor het kijken.